Het participatie- en netwerktraject maakt deel uit van je inburgeringstraject. Net zoals de cursus maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en het traject naar werk. Het is de bedoeling dat je tijdens het participatietraject activiteiten doet die jij leuk vindt. Belangrijk hierbij is wel dat je nieuwe mensen leert kennen en dat je je Nederlands oefent. Activiteiten alleen of enkel in je moedertaal zijn dus niet geschikt. Je kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of je kan een buddy zoeken. Dat is iemand die je steunt om je snel thuis te voelen in je gemeente. Je kan ook een nieuwe hobby uitoefenen of stage doen bij een bedrijf. Er zijn verschillende mogelijkheden. Misschien wil je voetballen, een fietscursus volgen of helpen in een woonzorgcentrum. Hoe vind je een activiteit? Kijk eens wat je gemeente organiseert. Je kan ook eens langsgaan bij een cultureel centrum, de school van je kinderen of een sportclub. Of misschien kunnen je buren of vrienden je wel op weg helpen. Tijdens het participatietraject ga je op zoek naar dingen waar je goed in bent en krijg je de kans om nieuwe dingen uit te proberen. Veel activiteiten kan je later toevoegen aan je cv. Door nieuwe mensen te leren kennen in je gemeente of stad, bouw je bovendien een netwerk uit. Dat is handig als je met vragen zit of hulp nodig hebt. En wie weet hou je er echte vrienden aan over. Ben je er klaar voor? Ga dan op zoek naar een activiteit. Samen met je trajectbegeleider kan je bekijken wanneer je kan starten. Het is wel belangrijk dat je minimum 40 uur aan activiteiten doet tijdens de duur van je inburgeringscontract. Heb je nog vragen? Je trajectbegeleider staat klaar om je te informeren en te helpen waar nodig. Dit onderdeel van het inburgeringstraject gaat namelijk helemaal over jou. Over wat jij wil doen en hoe jij je leven hier verder wil uitbouwen. Veel succes!